De chemiesector kwam na de brand bij Chemiepak in Moerdijk onder een scherp vergrootglas te liggen. Alle chemiebedrijven werden gewantrouwd, ook al was er niets aan de hand. Het is hoe dan ook een smet op de hele sector. In de praktijk is dat er toch een negatieve publiciteit ontstaat over de hele chemische branche in het algemeen. En ik denk dat dat een beetje onterecht is. Aanleiding voor de VNCI, de brancheorganisatie van de chemische sector, om een actieplan in het leven te roepen. Veiligheid voorop. Vier punten staan daarin centraal. Betrokken leiderschap. Gaat een leidinggevende naar de werkvloer, kijkt hij heel specifiek naar veiligheid, kijkt hij heel specifiek naar veilig gedrag. Excellente implementatie van het veiligheidsbeheerssysteem. Voor alle mogelijke handelingen in zo'n bedrijf, waar je dus met die gevaarlijke stoffen te maken hebt, heb je procedures om het veilig te doen. Het is belangrijk dat die procedures dus gevolgd worden. Het is ook belangrijk dat mensen daarover onderling communiceren. Dat er opgeschreven wordt dat die procedures gevolgd worden. Actieve veiligheidsnetwerken. Daar gaan bedrijven van elkaar leren. Daar gaan dus die hele goede presteerders op veiligheidsgebied gaan vertellen aan degene, aan bijvoorbeeld de kleinere bedrijven die ook wat minder middelen voor hebben, van hoe hebben wij het nou geregeld, hoe kan je van ons leren. En alleen zaken doen met veilige bedrijven. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Sabic is een grote chemieproducent van plastic in Berg op Zoom. Ze juichen het actieplan toe. De meerwaarde voor ons zit hem vooral in het feit dat dit een branchebreed plan wordt. Waardoor eigenlijk alle spelers in de branche volgens deze principes gaan werken. Het feit dat het opgeschreven is, ja, daarmee zijn we niet verder gekomen. Waar het om gaat is hoe we het uitvoeren. En daar zijn we al heel hard mee bezig. Ja, en dat ligt uiteindelijk bij de bedrijven. Het ligt bij de bedrijven en het ligt bij de bedrijven onderling en gezamenlijk. Wat gebeurt hier nou? Wat u hier ziet is het hart van ons productieproces. Ons eindproduct hier in Bergen op Zoom is plastic korreltjes. En deze machine die maakt daar de spaghetti sliertjes van. Die worden in dit waterbad worden die afgekoeld. En vervolgens worden ze gehakt in hele kleine korreltjes. Is dit nou gevaarlijk? Dit proces dat heeft een aantal kleine risico's in zich. Bijvoorbeeld als het polymeer uit deze spuitmond komt, dan is het een paar honderd graden heet. Vandaar dat het door het afkoelwaterbad gaat. In deze operatie zijn de risico's echter beperkt. Chemische bedrijven worden gecontroleerd door gemeenten of provincies. Dat hangt af van de grootte en de stoffen waar het bedrijf mee werkt. Maar juist daardoor ontstaan grote verschillen per regio. De VNCI wil daarvan af en wil naar maximaal 5 posten in Nederland die de controles uit gaan voeren. Zodat die expertise van het goede handhaven van die BRZO-bedrijven geconcentreerd is in een beperkt aantal organisaties. Want de situatie die op dit moment is, is niet wenselijk. De situatie die op dit moment is, is niet ideaal inderdaad. Wat ook verder weg lijkt dan ooit, de goede buurrelatie tussen chemische bedrijven en bewoners. Daar is volgens de VNCI een grote slag te slaan. Het bedrijf zelf dat kan intensief en intensiever communiceren met de omwonenden. Om daar één voorbeeld van te noemen, we hebben een jaarlijkse omwonendendag, zoals wij dat noemen. Waarbij we een duizendtal omwonenden van ons fabrieksterrein uitnodigen met een brief. Het bedrijf kan ook heel duidelijk maken wat de veiligheidsmaatregelen zijn die ze getroffen hebben. Zowel veiligheid als milieu is een terugkerend thema in die omwonendenbijeenkomsten. En daar in gesprek mee gaan. Daar is nog wel een verbeterslag in te slaan. Ik denk dat we daar inderdaad nog verder mee kunnen verbeteren, ja.